Yo, wat fijn dat jullie kijken naar een goed nieuwe survival video. Daar zijn we weer. En vandaag wil ik weer lekker gaan PvP'en, want ik wil nieuwe setjes. Ik ben verslaafd aan het killen van mensen en hun setjes jatten. Kijk, deze kist bijvoorbeeld. Al die setjes heb ik gewoon lekker gejat. En het gaat behoorlijk goed. Ik ben zelfs nog 0 keer doodgaan. Ik denk dat dat moment wel echt een keer gaat komen dat ik doodga. Mijn armor is sowieso al bijna stuk, dus het scheelt niet veel meer en ik ben dood. En misschien moet ik ook even een ander setje aan gaan doen. Dus laten wij gelijk even wat gaan pakken. Ik moet natuurlijk wel even prot 4. Dat is wel de bedoeling. En ja hoor, prima helmpje. Dan doe ik dit even uit. Ik ga het later wel een keer repairen. Maar ik ga eerst even dit setje aantrekken. Ja, en ik heb hierboven heb ik aardig wat armor stand staan. Ik wil er nog wat meer bij gaan maken. Want ik heb zoveel setjes. Ik kan ze daar lekker allemaal op gaan stekken. Wat natuurlijk heel erg chill is. De sniper nemen we natuurlijk weer mee. En deze tools, die kunnen we mooi even opbergen. Oh, ik heb trouwens ook nog een pet key. Die gaan we zo meteen ook even openen. Dus die ga ik eerst wel even hierin gooien. Want dat ga ik nog even lekker bewaren voor zo meteen. En dan natuurlijk golden apples. Ik neem er 3 mee. Volgens mij komt er ook een cap van 3 golden apples op. Ik weet nog steeds niet of dat erin zit. En we gaan naar PvP. Oh, het is druk hier, joh. Het is druk hier. Oké. Oh, daar is team blauw. Daar is team blauw. En iemand van team groen? Wat? Waarom vechten ze niet? Oh, hij heeft ook niks bij zich. Oké. Ja, nee, dit ga ik... Oh, kan je hier iemand raken? Oh, dat kan dus. Wacht, kan ik ze ook raken? Kan ik hun raken? Wacht, waarom kunnen zij mij raken en ik hun niet? Ik vind het eng. Ik vind het eng. Straks val ik erin, jongens. Straks val ik erin. Ik wil er niet in vallen. Ik heb daar geen zin in. Oké, we gaan hier mooi even... Oh, wat ligt hier? Wat ligt hier? Huh? Terug. Oh, er liggen allemaal items hier. Ik kan... Oh. Nee, ik kan er niet bij. Hoe is dat hier gevallen? Ja, iedereen wil het pakken, zo te zien. Huh? Oh, geef mij. Oh. Nog een setje, kom op. Oh, dit is een free setje, jongens. Tje, wat is dit? Oh, yo. Protection 4, ja hoor. En deze is niet super goed. Valt best wel mee. Maar, hey, hallo. Dit neem ik lekker mee. Dit is nu van mij. Dankjewel. Waarschijnlijk is iemand ziek had gesnijpt hier naar achter of zo. En is hij zo dood gegaan. En ik ben de eerste die het ziet. Oh, ik kan hem wel raken. Haha. Kijk, als je op het randje gaat staan, dan kan je hem net... Oh, ja, hier. Ik moet het niet doen. We gaan terug naar de lobby. Zo, gauw even dit in. Wat? Ik moet doodgaan. Nee. Oh, ik heb iemand geraakt en toen ben ik slechts home gegaan en dan ben ik doodgaan. Oh, nee. Oh, ik heb het weer. Oké, ik heb het weer. Maar, wacht, ik heb het deels, of niet? Ja, wacht, dit is al mijn spul. Waarom kon niemand het oppakken? Hè? Ik snap echt de ballen van wat hier gebeurt, jongens. Volgens mij heb ik daadwerkelijk alles. Of is iemand zo eerlijk geweest om het te droppen? Oké, ja, voor de mensen die niet doorhebben wat er gebeurd is. Als je iemand raakt, dan heb je... Wacht, ik kan het even laten zien. Hier, kijk, je raakt iemand. Ik moet wel even alles aantrekken, trouwens. Ik wil even iemand raken, dan kan je dus 30 seconden niks doen, wat logisch is. Anders kan je namelijk iemand killen en gelijk weggaan. Of anders kan je gelijk uitloggen of zo. Dat heet namelijk combat logging. En dat is een ding. Dus als het goed is, staat... Ja, kijk, nu rechts in het beeld staat dat ik dat niet heb. Dus ik zou nu... Zou ik gewoon terug... Maar wacht, ben ik echt doodgaan? Staat het toch aan? Goed, ik ga het nog een keer proberen. Please, laat me niet doodgaan, toch? Oké, please, laat me niet doodgaan. Ik ga niet dood, toch? Yes, oké, ik heb mijn spullen gelukkig helemaal top. Nou, ja, ik wilde dit even opbergen en dan ga ik weer terug. Want dit zijn toch wel itempjes die ik wil bewaren natuurlijk. Shoffeltje, oh, ik weet niet hoe ik daar aan kom. Maar die is deel voor mij, dankjewel. Ja, jongen, bij dat PvP kan je behoorlijk wat chille items fixen. Oké, en we zijn er weer. Oké, ik ga hem raken. Oh, wacht, ik kan trouwens ook door dit bord. Oh, ik weet het al, ja. Oké, als je dus hier iemand raakt en je gaat door dit portal, ga je ook dood. Daarom lagen hier spullen. Waarschijnlijk omdat ik naar een andere ruimte dan ga en dan ga je dus ook dood. Dus het, je moet er heel goed op letten dat je niet dus gaat PvP'en en dan gelijk hier naartoe gaat. Let goed op dat comment logging. We gaan hier even naartoe. Het is hier wel heel rustig op dit moment. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar die andere ruimte toe te gaan. Oké, we moeten even iemand infighten. Het is inmiddels lekker druk. Ik zie iemand van team rood. Ik zie hier volgens mij iemand... Wat voor team ben jij? Team blauw is dat. Ja, we kunnen deze wel even uitdagen. Gewoon JT. Die gaan we even uitnodigen. En anders nodigen we iemand anders zometeen ook weer uit. Dat kan ook. We kunnen Stefmaster ook uitnodigen. Zo, die hebben ook gevraagd voor een duel. Ben benieuwd. Echt, niemand wil tegen mij. Zijn ze bang geworden of zo? Oké, ik heb nog iemand geen fight. Nou, we gaan het zien. Deze gast wil echt vet graag vechten. Oké, weet je wat? Duel voor... Ja, hij wil echt... Niemand accepteert me. Maar er is ook een andere fight gaan... Oh, jongens, wat een leuke fight. Leuk. Nou, dan gaan we dan. Ik ga vechten, hoor. En die gast heeft iron, dus let's go. Daar komt hij, hoor. Jongen, ja, wat is dit nou voor onzin? Kom op, nou man. Ga nou even dood. Met je iron, hè? Met je iron. Jongen. Wat een onzin. Ik hoef die troep niet. Weg ermee. Schildje neem ik wel. Dat vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk schildje, hoor. Oké, nu even een serieus gevecht. Wie wil tegen mij vechten? Oké, deze gast nodigt mij uit, maar... Oh, weet je wat? Hij heeft wel enchanted. Weet je wat? Is goed, jongen.
Ik kill hem ook wel. Ah, nog zo'n fight. Oh, jongen, jongen, jongen. Nou, dan gaan we dan. Let's go. Ik weet niet wat voor enchantments hij erop heeft. Misschien, wie weet, is hij goed. Je weet het niet. Je weet het nooit. Kijk, we gaan het gewoon even proberen. We gaan het even aftasten bij deze gast. Hoppa, 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 hoppa. Oh, kom op. Ja, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, nice. Hoppa, die is ook dood. Let's go. Heeft er nog iets boeiends? Nou, die diamond leggings, die neem ik wel mee. Weet je wat? Ik neem het allemaal wel mee, joh. Lekker boeien. Oké, ik ga nu eindelijk tegen iemand vechten die wel goed armor heeft. Even kijken hoor. Deze gast hier. Yo, wij gaan tegen elkaar vechten. Ik zou een keer een shield kunnen gebruiken in het begin, maar ik weet niet of ik dat... Nah, ik weet het niet hoor. Geen idee. Nee, weet je wat? Ik heb ook geen battle axe, dus we gaan het lekker zonder shield doen. En daar gaan we dan. Let's go! Oh, hij heeft een shield, joh. Deze man heeft ook gewoon een shield. Hoppa, oké, oké. Oh, ja, het shieldje, ja hoor, het shieldje, het shieldje. Oh, het smerige shieldje. Kom op, kom op, kom op. Oh, hij mapt mij vaker dan ik hem. Maar, dan komen we terug, we komen terug, let's go, let's go. Komen terug, we komen terug, hoppa. Kom op, ja, ja. De arrows hebben niet veel zin vandaag. Kom op, please. Oh. Ah, deze man weet wat hij doet, hij weet wat hij doet. Ik raak hem gewoon niet, waarom raak ik hem niet? Hoppa, en we raken hem, we raken hem. Hoppa, en we raken hem, we raken hem. Kom op, kom op. Ik moet wel even eten, dus ik moet wel even eten zo. Ik moet wel even eten zo. Kom op, eten, eten, eten. Ja, het kan mooi, hij eet ook. Oh, dit kan een lang gevecht duren. Dit kan echt lang duren, dit. Dit wordt een lang gevecht. Kom op. Ja, nice. En, oh, hoppa, let's go, let's go, let's go. Huh. Huh. Nice, we raken hem nu steeds vaker met die arrows. Dat vindt hij irritant waarschijnlijk. Huh. Nice. Hoppa, oké, dat is top, dat is top. Nice, en nog een keer, nog een keer. Oh, 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 ja, nice. Come on, come on. Ja, nice, sick. Gaat goed, gaat goed, gaat prima dit, gaat prima dit. Kom op, nog een keer, nog een keer. Hoppa, nice, hij is weer helemaal daar aan die kant. Oké, oké, hoe doet mijn armor het? Oeh, niet supergoed, niet supergoed. Dan gaat mijn armor, oh, ik ga dood, ik ga dit niet overleven, denk ik. Ik ga dit niet overleven, kom op. Waarom? Hup, come on. Yes. Dat shieldje is zo irritant. Misschien moet ik ook mijn shield pakken. Hoppa, let's go, let's go. Huh. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 ja. Oké, okay, pop die golden apple. Hij heeft een golden apple, jongens. Ik weet niet hoeveel die heeft. Geen idee. Hij heeft er waarschijnlijk veel. Ik moest echt mijn armen repairen, want mijn schoenen zijn nu al bijna stuk. Kom op. Oh, we raken elkaar echt steeds beide. Hij raakt me zelfs iets vaker. Dus hij heeft een lichtelijk voordeel op mij. Dat is wel heel naar. Oké, okay, daar gaan we, daar gaan we. Oh. Kom op, kijk hier. Dit bedoel ik dus. Hij raakt me net iets vaker dan ik hem. Oh, is hij weer, is hij weer. Ja, nice. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Volgens mij breekt mijn armen zo. Dat is naar, dat is naar. Oh, dit houdt niet op, dit houdt niet op. Hoppa, nice. Hoppa, nog een keer, nog een keer. Hoppa. Let's go. Kom op. Kom op, ja. Nice. Oké, okay, dat waren drie goede hits. Nice. 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 Kom op. Oh, wat? Nee. GG, man, GG. Oh, ja, op een gegeven moment stopt het gevecht. Op een gegeven moment stopt het gevecht gewoon. Oh, maar hij zou dit winnen. Dat denk ik wel. Hij zou dit winnen. Dit meen je toch niet? Mijn hele arm is gewoon kapot. Heeft iemand gewonnen? Het is gewoon kiet. Ik weet niet of hij kijkt naar damage of zo. Oké, okay, ja, we kunnen deze arena hier natuurlijk ook in gaan duiken. Dat is ook altijd nog een idee. Zullen we dat gewoon even doen? Zal ik hier gewoon even induiken? Let's go, ik ga erin, ik ga erin. Ik ga erin. Niemand weet hiervan, niemand weet hiervan. Yo, what's up, dude? Oh, hier loopt iemand. Oh, oh, het zijn meerdere. Ik kan nu nog weg, ik kan nu nog weg, ik kan nu nog weg. Lobby. Ben ik dood? Ben ik dood? Yes, ik ben niet dood. Yes, we konden weg. Sorry jongens, ik ben te pussy voor dit. Ik heb gelukkig niemand geraakt en ik werd zelf ook niet geraakt, dus dat is mooi. Oké, okay, ik heb een setje erbij, daar gaat het om. Ik weet niet of... Ja, wat doe ik met dat iron? Helemaal niks. Oké, okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon setjes pakken en ik ga die op de stands gooien. We gaan beginnen met alle netherite die ik heb. Het maakt in principe ook niet uit wat voor combinaties ik ze pak. Dat maakt niet uit. We gaan dat later wel een keer bekijken. Want het ligt ook heel erg aan hoe erg dit nog vol zit, zeg maar. Dat is vooral belangrijk, want dat mag natuurlijk ook niet stuk gaan. Zwaadjes erbij. Boogjes erbij. Ja hoor, alles moet erbij. Zo, die en die erop. En nu de schoentjes eronder. Yep. Oké, okay, dat is setje nummer 1. Er kan nog een zwaadje bij, denk ik. Wacht, kan die ook? Wacht, kan dat er niet bij? Oh, ik dacht dat dat kon. Nee, dat kan niet. Ik dacht dat dat kon, joh. Oh, wat jammer. Oké, okay, die en die erop. Schoentjes. Nou, we hebben 2 setjes net draaien. Dat is al heel ziek. Zelfs nog meer, maar niet helemaal volle setjes. Misschien dat ik ooit een keer kan traden met iemand, want ik heb dus wel 2 hiervan. Oh, nog 1 broek erbij. Helaas niet meer. Schoenen die breken ook het snelst natuurlijk. Dan is het tijd voor de andere troep die ik hier nog allemaal heb liggen. Nog heel wat spul. Even kijken hoor. Ja, de iron ga ik dus niet doen. Laat het iron maar mooi zitten. Deze ga ik ook niet doen. Ik ga alleen enchanted spullen doen. Ah ja, ze zijn wel snel dood. Thank you. Zo, dit ziet er goed uit. Nice. Oké, okay, hier komen even diamond boots onder. Hier komen even wat boots onder. Zo. Nou, zoveel mensen heb ik dus al gekild. Dus dit is al best nice. Schoentjes eronder. Helmpje erop.
En hier hetzelfde. Hoppakee. Zo, hier een helmpje op. En verder heb ik... Oh ja, Iron Boots. Ja, die tellen natuurlijk ook niet mee. Ah, weet je wat? Ik pleur het toch gewoon lekker op, joh. Lekker boeien. Dan hebben we in ieder geval wat opvulling voor de rest. Dus hier komt nog mooi wat... even kijken. De schoentjes erbij. En hier nog een iron setje. Met een helmpje. En dan komt hier nog ook een helmpje op. Zo, kan ik ook een schild erop doen of zo? Is dat mogelijk? Nee, kan ook niet. Oké, nou, dit is wat ik tot nu toe heb. Het ziet er goed uit. Beneden heb ik natuurlijk ook nog mijn eigen setje. Maar die laat ik daar mooi staan. Oh ja, eigenlijk moet ik nu gelijk even alles weer afhalen. Wat is dit dom? Want ik moet even het beste setje pakken. Die moet ik even repairen. Of doe ik dat wanneer het echt helemaal stuk is? Ja, weet je wat? Ik draag het nog wel even. En als ik weer ga PvP, dan pak ik het beste diamond setje die ik heb. Die ga ik repairen dan. Dat lijkt me een goed idee. Dan is het tijd voor de pet key. Let's go, 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 go. Lobby. Gaan we dan. En ik heb nu al 3. En voor de mensen die niet weten welke ik heb. Ik heb... Oh, 4. Heb ik 4? Oh, wacht. Dat varken is geglitcht bij mij. Ja, die heb ik niet. Die telt in ieder geval niet mee. Dus die moet er nog afgaan. Maar ik heb er dus 3. Dat varken telt dus niet mee. Oh, wacht eens. Er is net een update uitgekomen. Er staat nu het seizoen bij. Dus dat is best wel chill. Dus het is seizoen mei natuurlijk. Volgende maand komen er 9 nieuwe. Dus dan zijn deze nooit meer te verkrijgen. Dan gaan we dan. Let's go. Wat? Oh. Oeh. Wat ga ik krijgen? Wat ga ik krijgen? Ah. Baby kip. Nee. Varken. Ja, hier. Dit bedoel ik. Een varken. En die heb ik dus al. Dus hij was geglitcht. Nu heb ik de varken dus wel. Nu telt hij wel mee. Leuk, man. Zo. Die gaan we gelijk even selecteren. Yay. Nice. Leuk, man. Een varkentje. Toppie. Weet je wat ik ook even wil doen? Ik wil even wat netherite gaan kopen. Want ik heb maar 2 netherite en 2 scraps. Dat is echt belachelijk weinig. Daar kan ik helemaal niks mee. En ik heb op zich wel redelijk wat diamonds. Dus ik kan best wel wat netherite kopen daarmee. Zo. Ik ga het gelijk even vragen. Wie verkoopt ancient debris, netherite, ingot of scraps? Ik ben benieuwd. We nemen alvast wat diamonds mee. Iemand zegt 1 ingot voor 5 diamonds. Dat vind ik best wel een goede deal. Tenminste, dat denk ik. Dus daar gaan we gelijk naartoe. Yo, what's up? 5 diamonds. Ik geef hem gelijk 5 diamonds. 1. Oh, nee. Oh, ja, hij heeft ze. Oké, hier. 1, 2. Ga er nou niet in staan, jongens. Kom op. Even niet doen. Oh, we gaan eens een geheime cave of wat het ook is. 2, 3, 4, 5. Nice. Zo, ik heb er nu 5 gegeven. En hij geeft als het goed is. Oh, wat? Hij zei een ingot. Toch? Ja, dit ga ik niet aannemen. Hij zei 1 ingot. Ik snap dat hij graag voor de video meer wil geven. Maar hier, je zei een ingot. Ik doe dit voor een ingot. Oké, we gaan naar de volgende toe. Yo, achter je, man. Achter je. Yo. Hij verkoopt volgens mij 1 ingot voor 2 diamonds. Dus hier, 1, 2. Let's go. We kunnen zo wel echt nice wat verzamelen. Oh, thank you. Oh, wacht, wacht. Dan moet ik er nog 2 bij geven. Zo, alsjeblieft. Hij geeft... Oh, wacht. Kan ik nog meer kopen? Kan ik nog... Nee. Nee, nee, jij geeft mij 2 ingots. Ik betaal jou gewoon normale prijs. Zijn we nu trouwens, wat is dit? Dit is intiem groen en dit ziet er al behoorlijk vet uit. Dat zeg ik je eerlijk. Kijk dan even, joh. Een iron golem hoofd. Dikke cactusvorm hieronder. Very nice, very nice. Kasteeltje hier. Ja, dat ziet er goed uit. Yo, what's up? Hij geeft mij scraps. Wacht, ik heb geen iron. Hij zegt 3 iron voor die 2 scraps. Hier, je krijgt een diamond. Ook goed zo. Is het zo ook goed? Gewoon een diamondje. Oké, we gaan ook iemand anders... Oh, hij is in de nether! Hij is in de nether, deze gast! What? Wacht hier. Oh, dit is grappig. Oh, ja, de nether is nu open. Dat is zo, dit is zo toevallig. Hier moeten we gebruik van maken. Let's go, hier moeten we nu gebruik van maken. Ik moet even een stekje diamond terugleggen. Gauw pickaxe pakken. Die. Zo. Die dumpen we hier. Zo, oké. En dan ga ik gauw dit ook even dumpen. Oké, en we zijn er weer. Yo, oké, wacht. Ik geef hem wel diamonds. Hij zei, kom hier. Oké, dan geef ik hem 2 diamonds. 3 diamonds, alsjeblieft. En dan krijg ik die. Ja, Yo, wat toevallig, joh. Dit is echt... Oh, hij geeft eentje terug. Heb ik eentje te veel gegeven? Ik weet het niet. Geen idee. Weet je wat? Ik ga gewoon ook even... Oh, ik ga ook even lekker minen. Want ik ben dus op zoek naar ancient debris. En dit komt perfect uit. Dit komt echt gewoon perfect uit. Oh, ga hierheen. Ga gewoon een kant op mijnen. Is dit laag 13? Is 15? Wacht, laag 13 is toch het beste? Was laag 15 het beste? Ik weet het oprecht niet meer. Oké, weet je wat? We gaan gewoon hier een beetje minen. Laag 14 ertussen is ook goed. Dit is wel heel toevallig, hè? Zo, we gaan dit ook even lekker hakken voor de XP natuurlijk. Oh, er is een fortress. Er is een... Oh, dat is misschien nog wel boeiender. Dat is nog boeiender. Oké, laten we daar even naartoe gaan. Oké, we zijn nu boven de grond. En hier is het fortressje. Oh, wat top, jongen. De vorige nether had ik ook al een fortress. Dus we gaan hier gelijk even scouten. Kijk, uit voor de lava zegt hij. Ja, absoluut. Ik mag echt niet doodgaan nu. Want ik heb 30 diamonds bij me. Ik heb ook echt belangrijke spullen bij me. Ik moet even omhoog bouwen. Dus ik heb geen zin om doodgaan. En we gaan nu wel een fortress in. Dus ik loop nu wel echt een risico. Gelukkig heb ik niet mijn beste setje. Ah, geef de visie. Dankjewel, jongen. Hier krijg jij een. Nee, oké, dan niet. Oh, daar is ook iemand aan het chillen van ons.
Ja, we gaan natuurlijk Wither Skeletons zoeken. Als je één Wither Skeleton vindt en je krijgt daar een hoofd van, dat is ongeveer iets van... Zou dat iets van 5 Netherite ingots waard zijn? Ik denk wel iets van 5 Netherite ingots, denk ik. Die dingen zijn behoorlijk veel waard. Maar, dus laten we daarna gaan zoeken. Ik weet niet of hier beneden iets zit toevallig. Nee, oké. Het lijkt op een hele kleine fortress, maar zo te zien gaat het hier nog verder. Dus dat is top. We gaan hier even lekker zoeken. Hier even gauw doorheen mijnen. En there we go. Hier is ook al iemand geweest. Misschien is er nu eentje gespawnd. Dat kan, hè. Dat kan natuurlijk. Hier loopt het dood. Of loopt het loopt niet dood. Het loopt hij zelfs verder. Maar de border zit hier. Wat natuurlijk... Oh, er zitten blazes. Daar ga ik lekker niet naartoe. Want ik heb geen zin om dood te gaan. 2 hits en ik ben sowieso... Ik heb wel vlees bij me. Ik dacht al, waar is mijn vlees? Oké, hier links zit ook nog een gang. Daar kunnen we even naartoe gaan. We gaan hier mooi even naar binnen. Loopt hij ook weer naar beneden. Kom op, skeleton. Hier is echt de perfecte plek voor een skeleton. Oh, kist. Is hij al geopend? Nee, ja, hij is al geopend. Jammer. Dat is jammer. Ik ben helaas niet de eerste. Oké, nou, hier zit ook niks. Het is een beetje jammer dit, jongens. We vinden helemaal niks. Hier zit ook een kist met een golden sword erin. Ja, hier gaan ze sowieso niet spawnen, denk ik. Hier kunnen we even omheen lopen. Ik denk ook niet dat ze hier zitten. Hier zit ook nog een kistie. Oh, wacht, is dat dezelfde? Hier zijn er 2 zelfs. Wat? Oh, degene die dit als eerste heeft geloot, heeft wel waarschijnlijk heel veel geluk. 4 kisten. Oh, nog een kistie. Of, nee. Oh, wacht. Ik ben bij hetzelfde stuk. Ik dacht al. Nou, ik denk dat we hier niks gaan vinden. Hier lopen sowieso nog 4 gasten rond. Dus als zij iets winnen, hebben zij geluk. Dus ja, dat is jammer. Ik ga weer mooi naar beneden, denk ik. Dus let's go. Ik ga recht naar beneden. Ik wil nog gauw even... Oh. Wat netheruit vinden als het kan. Er zit een dik lavameer. Laat die even rustig langs gaan. Oké, we zijn zo weer op de laag waar we moeten zijn. Ja hoor. Nice. Oh! Ik sta alsnog in de fik. You kidding me. Wacht, kan ik dit doen? Nee, het gaat gelijk weg. Ik dacht dat het misschien al even op de grond stond. Maar nee hoor. Nou, mijn arme brandt lekker weg. Heerlijk. Hier ook weer lava. Overal lava. Ah, zoveel lava. Nee, niet weer. Ah, kom op man. Mijn arme brandt echt helemaal weg, joh. Niet weer. Yo, hoeveel lava zit hier? Ah, weer? Wat? Ik heb echt gewoon geen tijd om te... Oh, dit is niet normaal. Dit is niet normaal, gek. Waar ben ik? Waar ben ik beland? Kom op, hup. Ik wil gewoon even vredig mijnen. Hier, wat is dit? Het is een heel meer wat hier zit, gek. Hier ook. Die kant op dan. Volgens mij ga ik nu juist naar dat meer toe, of niet? Maar ik weet niet of dat meer diep is. Geen idee. Oh, hier zit ook iemand. Yo, what's up, dude? Kom op, let's go. Op zoek naar Ancient Debris. Oh, ik dacht dat ik het had. Gaan we weer, let's go. Oh, goud. Oh, ik heb die andere pickaxe niet bij me, dus ik moet het zo wel hakken. Anders had ik het natuurlijk met Silk Touch gehakt. Dat is veel beter. Oh, en de border. We zijn bij de border. Dus laat ik hier zo snel mogelijk even weggaan. Gelukkig geen lava hier, dat is wel chill. Oh, toch wel. Ik moest het niet zeggen. Oh, wat gaat dat heen? Oké. We zijn weer bezig. Let's go. Kan ik nu ook gewoon 3 hoog? Misschien dat dat beter werkt. Geen idee. Oké, wacht eens even. Wat misschien wel even slim is om te doen. Omdat mijn hele inventory vol zit met die netherrack stackies. Is misschien even wat droppen en dan ga ik dit gewoon splitten zo. En zodat ik nog een... Oh ja, eentje in de brie. Let's go. Nice. 1, 2. Kijk. Dit is... Top, pas op met die lava, joh. We gaan er nog gauw even een beetje mijnen. Hier zit niks meer verder. Oké. Kijk, ik heb nu in totaal 4. Eigenlijk vind helemaal niks. Ook geen goud. Maar ik moet niet zeuren. Ik heb net 2 eentje in de brie gevonden. Dus dat is op zich wel nice. Maar verder vind ik dus echt heel... Oh, ik moet blokken bij me hebben. Ik heb geen blokken bij me. Hup, weg. Oh, yo, what's up, dude? Iedereen mijnt hier overal, joh. Die hele nether moet leeggehaald worden. We hebben goud. Oké, dat is altijd welkom. Ik weet niet of ik dit nog oppak. Nope, dus ik moet ook even daar een stack... Oh, wat dropte ik nou? Ik drop mijn eentje in de brie. Sick, heel sick. Van alle stacks die ik kon kiezen, gooi ik mijn eentje in de brie weg. Ah, ja hoor! 3! Oh, dit is sick. Dit is nice. Dit is helemaal top. Hier ben ik blij mee. We hebben nu al 5 gevonden in totaal. Misschien mag ik hier ook nog even in de buurt hakken. Nee, 3 op 1 plek is al zoveel. Dus ik ben hier al meer dan tevreden mee. We gaan nog gauw even door. Als het lukt... Oh, ik dacht weer dat ik wat had, maar helaas. Hey, goud! Ja, goud! Ja, hij zet een blok bij me neer. Hij loopt snel weg. Nice. Oké, nou, dankjewel. Ik waardeer de gift. Meestal neem ik nooit giften aan. Behalve als je doodgaat in de PvP-arena tegenover mij. Je hebt die hele inventory voor met eens in de brief. Dan moet ik het wel aannemen. Oké, kan ik het weer weggooien? Ja. Oh, lava. Goud dichtbouwen. Gouden langs mijnen. Dit wil ik op zich wel. Vooral voor XP voor mijn pickaxe is dit natuurlijk wel chill. Ik ben nu ook alweer level 30. Oh, yo!
Hier is net iemand langs gebouwd. Oh, wat heeft hij pech. Kijk dan. En daaronder zit eentje debris. En hier nog eentje. Wat heeft hij gehad? Oh, en nog eentje. Wat een geluk. Dit is insane. Wat? Oh. Langs een pad van iemand. Oh, hoe is... Dit is niet mijn pad. Dat kan ik nu al zien. Want ik mij steeds zo de hele tijd. Oh, en hij ging er net overheen. Wat een pech heb je dan. Zo, weet je wat? Je moet stoppen op je hoogtepunt. Ik vind het helemaal top. Ik heb mijn hele inventory zit vol met ancient debris. Ik heb 11 ancient debris, jongens. Hartstikke mooi. Volgens mij heb ik ook nog wat hier in de kist zitten, of niet? Oh, nee, wacht. Dat zijn scraps. Kijk, joh, dit is top, hé. Dit is echt helemaal top. Ik ga gelijk dit in de oven doen. Zo, very nice. En dan was dit alweer de video voor vandaag, jongens. Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.